We gaan het hebben over culturen. Paragraaf 1. Wat is cultuur? Paragraaf 2. Cultuurgebieden in de wereld. Paragraaf 3. Cultuurverandering. En paragraaf 4. Multicultureel Nederland. Op de foto's zie je twee foto's van de culturen. Op de linker foto een Indianendorp in Ecuador. En op de rechter foto zie je een voedselmarkt op de Salomonseilanden. Voorbeelden van cultuur. Wat is cultuur? Nou, daarvoor kennen we twee definities. Cultuur is ten eerste de manier waarop een groep mensen samenleeft. En ten tweede is cultuur altijd iets wat je hebt aangeleerd. Nou, op de foto rechtsboven zie je dus religie en beeldende kunst als belangrijke aspecten van de menselijke cultuur. Aan de linkerkant onder zie je dus een plaatje met spelende kinderen van verschillende culturen. Ja, dus dat je met elkaar samen, ben je de mens. Hè? Je behoort tot één soort, hè? Je bent de mens. En we zien er anders uit, we hebben grote verschillen, maar we zijn allemaal hetzelfde. Dat is belangrijk. En dan hebben we de foto in het midden onder, daar zie je het kunstmatige licht. En dat laat de manier zien waarop groep mensen met elkaar op aarde samenleven. Duidelijk te zien is op plekken waar veel cultuur is, veel verlichting, er is veel mensen, er is veel stedelijke ontwikkeling. En je ziet duidelijk ook de gebieden waar weinig cultuur is, waar meer armoede is, weinig straatverlichting, veel natuur. Die verschillen zijn vrij groot. Je ziet dat in Europa, maar ook in Noord-Amerika en ook in India wonen er heel veel mensen op een klein stuk. En in Afrika en in Zuid-Amerika heb je wat meer de mensen verspreid wonen. Hè? Minder mensen en ook minder ontwikkeld. Nou, wat is cultuur? Je hoort bij een cultuur als je op basis van geschiedenis, opvoeding, levenswijze, gewoonte en traditie een gezamenlijke verbondenheid hebt. Daarbij deel je dezelfde normen en waarden en een cultuur is altijd aan een groep gebonden. De manier waarop een groep met elkaar samenleeft en de cultuur beleeft noemen we een gebruik. Een belangrijk gebruik in de Nederlandse cultuur is het eten van bitterballen. Op een feestje wordt er vaak een bitterballen voorgeschoteld met mosterd erbij en een vlaggetje in de bitterbal. En daar gaat iemand mee rondlopen en die deelt dat dan uit. Nou, je ziet dat alleen in Nederland en daarom is de bitterbal iets typisch van Nederland. In andere landen zal je waarschijnlijk andere hapjes hebben die worden rondgebracht. Het rondbrengen van hapjes, het uitdelen is niet per se iets wat alleen in Nederland wordt gedaan. Maar snacks als bitterballen is iets wat ze in andere landen niet kennen. Aan de linkerkant zie je de Elfstedentocht. Nou, de Elfstedentocht is iets wat echt typisch bij Nederland hoort. Als het al een aantal dagen of weken erg vriest, dan hopen mensen eigenlijk al op een Elfstedentocht. En als die er dan komt, zitten er miljoenen mensen voor de tv of staan langs de kant om naar het schaatsen te kijken. Het gezamenlijk met elkaar dat beleven maakt je een Nederlander. Dat is heel belangrijk. Je bent niet alleen een Nederlander omdat je een Nederlands paspoort hebt, maar ook het samen beleven van dit soort dingen maakt je een Nederlander. Je hoort dan bij Nederland en je begrijpt ook waarom dit voor onze cultuur in Nederland zo belangrijk is. Dat is heel belangrijk. Mensen die uit een andere cultuur komen, begrijpen dit vaak niet. Begrijp niet wat wij leuk vinden om naar schaatsen te gaan zitten kijken. Uiteraard zijn er ook heel veel mensen in Nederland die schaatsen heel saai vinden, die dat niet leuk vinden om naar te kijken. Maar ze snappen wel dat het belangrijk is voor Nederland. En als zoiets wordt georganiseerd, dan zijn alle scholen zijn uit. Alle mensen mogen een vrije dag opnemen van hun werk en kunnen dan gezamenlijk dat met elkaar beleven. En ook al hou je niet van schaatsen, doe je gezellig mee. Ga je naar een of ander feestje, ga je met elkaar zitten kijken of praten of wat dan ook. En mensen die vaak uit een andere cultuur komen en die daar eigenlijk helemaal niets mee hebben, ja, die hebben zich daar eigenlijk vaak voor afgesloten. De belangrijkste kenmerken van een cultuur noemen we cultuurelementen.
We hebben vijf verschillende cultuurelementen. We hebben de taal, we hebben de religie, we hebben het eten en drinken, we hebben de kleding en we hebben gebouwen. Als we naar de foto's kijken, heb ik bij taal een foto gemaakt in Hongkong, waar je dus twee mannen een waaier zag tekenen, hè, waar ze de Chinese tekens op die waaier zetten. Dus een voorbeeld van taal, waarin je dus iets opschrijft. Het eten en drinken is dus een voorbeeld die ik heb genomen op de Salomonseilanden, waar ik een voedselmarkt heb bezocht. Hè, dat zijn een soort van aubergines die daar lagen. En dat, ja, die kennen we in Nederland niet, in ieder geval niet in die, op die manier, niet in die kleur. Het is echt anders paars dan dat wij gewend zijn. Wij hebben echt wat meer dat doffe, dat is echt superhelder. Ik weet niet precies wat het is, maar het zag er heel apart uit. Dan heb ik beneden linksonder heb ik een foto, die heb ik in Kiev gemaakt, in Oekraïne, waar ik dus een orthodox huwelijk heb gezien. De kleding is vooral wat ik daar gefotografeerd heb. Dat je ziet dat de traditionele mensen traditionele kleding aan hadden. Dan hebben we een stukje religie, de middelste foto onder. Die foto heb ik gemaakt in Marokko, in Casablanca. De Hassan II moskee in Casablanca, wat een hele mooie moskee is die je daar kunt bezoeken. En dan hebben we rechtsonder de piramide van Gizeh in Egypte, waar ik ook ben geweest. En ja, dat is weer een voorbeeld van gebouwen. Vijf verschillende cultuurelementen met vijf verschillende foto's. Nou, we delen de cultuurelementen in drie soorten in. We hebben dingen die te maken hebben met je verstand, zoals de taal en godsdienst. Dan hebben we dingen die te maken hebben met hoe je met elkaar samenleeft, zoals wetten, familiebanden en opvoeding. En dan hebben we zichtbare dingen in het land, zoals kleding, voedsel, gebouwen en alle andere kunstvormen. Op de foto's zie je het volgende. Op de linkerfoto onder zie je een orthodoxe kerk in Sint-Petersburg. De middelste foto is gemaakt in Hongkong, waar ik een foto heb gemaakt van mannen die go aan het spelen waren. En de foto rechtsonder was in het Escher Museum in Den Haag, waar je dus dingen kunt zien die te maken hebben met kunst. Dus drie verschillende soorten waarop je cultuurelementen indeelt. Nou, cultuurverspreiding is een proces waarbij een cultuur zich verspreidt over andere delen van de wereld. Aan twee cultuurelementen kun je de verspreiding goed zien. De eerste is taal en de tweede is godsdienst. Linksonder zie je dus een kaartje met de verspreiding van de belangrijkste godsdiensten. De vier belangrijkste godsdiensten zijn het christendom, de islam, het hindoeïsme en het boeddhisme. De islam komt vanuit de Arabische wereld. Het is in Europa zelfs een snel groeiende godsdienst. Maar je ziet dus vooral dat is verspreid over de Arabische wereld. Het christendom is vanuit Europa verspreid over de hele wereld, hè? Ook met het kolonialisme. Vanuit Europa naar Noord- en Zuid-Amerika, maar ook naar delen van Azië. Het hindoeïsme is echt ontstaan in India en is daar de belangrijkste godsdienst. En het boeddhisme vind je vooral in Oost- en Zuidoost-Azië. Dan hebben we de officiële landstalen. Ook dat is heel erg beïnvloed door het kolonialisme. We hebben dus we zien het Nederlands wat een vrij kleine taal is. Er wordt weinig Nederlands gesproken. We hebben natuurlijk Nederland. We hebben Suriname waar Nederlands wordt gesproken. We hebben de Antillen. En we hebben natuurlijk nog het Afrikaans. Een oud Nederlands dialect eigenlijk. Het is oud Nederlands. En als je bijvoorbeeld Nederlands praat, dan kun je met een Zuid-Afrikaan, die kan een Afrikaans met je terugpraten. En dan kun je elkaar toch een beetje begrijpen. Dus het lijkt heel erg op elkaar. Je ziet in Zuid-Amerika dat er heel veel Spaans wordt gesproken. Nou, dat heeft vooral mee te maken met de Spanjaarden die daar waren. En Portugees. In Brazilië spreken ze dus Portugees. Noord-Amerika. En Australië wordt dan Engels gesproken. En in heel veel landen in Afrika ook trouwens. Dat is dus omdat Engeland daar die kolonie had. Daar het belangrijkste land was. En je ziet weer dat Frans veel wordt gesproken in Afrika. Bijvoorbeeld in West-Afrika zie je dat heel veel Frans wordt gesproken. En dat komt ook omdat Frankrijk die kolonies daar had. Chinees wordt alleen in China gesproken. Het is daarom geen wereldtaal. Hè? Wat is een wereldtaal eigenlijk? Dat is een vraag die je hier kunt stellen. Een wereldtaal is een taal die in heel veel verschillende landen wordt gesproken. Chinees
wordt door 1 miljard mensen gesproken. Hè? Er zijn 7 miljard mensen op de wereld en er zijn 1 miljard Chinezen. Dus je zou denken, nou, 1 op de 7 mensen spreekt die taal. Maar het is daarmee geen wereldtaal, omdat maar in één land echt wordt gesproken. Waarom spreken wij geen Chinees in Europa? Dat heeft ermee te maken. Ja, ten eerste, de taal is gewoon heel moeilijk. Chinees is heel moeilijk te leren. En ja, er wonen vrij weinig Chinezen. En ja, China is eigenlijk een land wat pas sinds 40 jaar echt in opkomst is. En daarvoor was China ja, een vrij arm land en stelde niet zo heel veel voor op economisch gebied. Nou, een kolonie is dus een land waar een ander land de basis is. We hebben dat eigenlijk net al een klein beetje gezegd. He, Nederland had Suriname, de Antillen en Indonesië als koloniën. En je zag dus in Frankrijk en Engeland en Spanje, die waren andere landen die heel belangrijk waren in het kolonialisme. He, Spanje had dus vooral delen van Zuid-Amerika. He, Portugal had dan Brazilië en nog Angola, Mozambique en Afrika. Frankrijk had vooral West-Afrika, he, dus een heel groot deel. En Engeland zat eigenlijk overal. He, een belangrijke kolonie van Engeland was onder andere ook India, waar ze heel veel grondstoffen en specerijen vandaan haalden. Nou, Afrika werd verdeeld tijdens de conferentie van Berlijn in 1484, 1485. Het duurde een aantal maanden. En met een potlood en een liniaal zijn er toen ja, gewoon rechte lijnen getrokken op de kaart. En daar zijn toen grenzen gemaakt. En ja, dat is, uiteindelijk hebben ze geen rekening gehouden met de stammen die daar wonen. Hè. Dus je had het ene stam die wonen in het ene land, het andere in het andere land. Maar er werd geen rekening mee gehouden. De landen werden gewoon verdeeld, hè, alsof als een taart eigenlijk. Hè. Iedereen kreeg een stukje eigenlijk. En nou ja, je ziet dat in ieder geval Frankrijk heel veel landen nog bij elkaar had, zeg maar in West-Afrika. Engeland had vooral het oostelijk deel van Afrika. Daar had je een groot geel stuk, hè. Dat was dan België, die dan Congo had. Belgisch Congo als enige land, zeg maar. Dan hadden we dus Portugal, die dus Angola in het westen en Mozambique in het oosten had. Dat zijn twee koloniën waar Portugees nog steeds gesproken wordt. En in Noord-Afrika zie je nog een donkergroene. En je ziet hem ook nog op de horen van Afrika in Oost-Afrika. Ja, dat zijn Libië en Somalië. En die waren van Italië. Nederland had geen kolonie in Afrika. Zuid-Afrika was heel lang Nederlands. Het was een Nederlandse handelspost in de tijd nog dat de VOC er was. Maar uiteindelijk hebben de Engelsen daar de macht over genomen. En is Zuid-Afrika echt Engels geworden. Engels is later ook daar de voertaal geworden. De voertaal is de taal die dus officieel in dat land wordt gesproken. Dus de belangrijkste taal. Daarnaast spreken heel veel Afrikaanse landen hun eigen dialecten, hun eigen stamtalen. En dat zie je ook in heel veel andere koloniën, zie je dat weer terug, ook in Azië bijvoorbeeld, hè, waar je ook meerdere verschillende dialecten hebt, zeg maar. Maar in Afrika is dat wel heel belangrijk, hè. Dus die hebben dus naast Engels of Frans ook hun eigen taal. Nou, in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw zijn de meeste koloniën weer zelfstandig geworden. Dit wordt decolonisatie genoemd. Decolonisatie is eigenlijk weer het proces waarbij landen die vroeger gekoloniseerd werden, graag weer zelfstandig als onafhankelijk land weer verder willen gaan. Soms ging dat vrijwillig. Dat, nou ja, bijvoorbeeld bij Suriname, hè, dus er werd voor gestemd, hè. Maar je had ook bijvoorbeeld dat het met een oorlog ging, bijvoorbeeld zoals Indonesië, waarbij Nederland vier jaar een onafhankelijkheidsoorlog was, waarbij dus Nederland wilde voorkomen dat Indonesië zelfstandig verder ging. En heel vaak zijn er ook oorlogen gekomen om onafhankelijk te worden van jouw kolonisator. Heel veel landen hebben daarmee te maken gehad. En wat je nog wel veel ziet is dat zeg maar de restanten van de cultuur van de oorspronkelijke de kolonisator nog terug te vinden zijn in de cultuur. Bijvoorbeeld Nederlands-Indische architectuur in Jakarta. Dan zie je nog de Nederlandse bouwstijl zoals dat was. In Indonesië spreken ze geen Nederlands. In tegenstelling bijvoorbeeld tot de Franse en Engelse koloniën waar het wel heel belangrijk was dat de mensen daar die taal gingen spreken.
Nederland ging het vooral om de handel, hè, om de grondstoffen die daar gewonnen konden worden en het controle van de handel daar. En de mensen mochten verder hun eigen cultuur houden. Hè. Dat was gewoon echt het grote verschil bijvoorbeeld tussen Nederland, Engeland en Frankrijk wat betreft kolonisatie. Bij de Spaanse kolonisatie kwam er ook nog een soort bekering bij, hè, dat mensen zich ook nog tot het katholieke geloof moesten bekeren. Die gingen nog een stap verder. Dus hè, behalve dus dat je echt die taal en cultuur moest leren, moest je ook dus nog die religie aannemen. Hè. Je laten bekeren tot het katholieke geloof. Nou, dat hoefde bij de Nederlandse koloniën allemaal niet. Daar ging het allemaal om de handel, om het geld. Hè. De Nederlanders hadden ook de VOC en dat was echt vooral een grote handelsorganisatie. In de 17e eeuw het grootste en machtigste bedrijf ter wereld. En Nederland is daar ook heel rijk van geworden. Aan de taal en godsdienst en andere cultuurelementen is ook goed te zien dus, hè, dat voormalige landen ja, daar nog steeds de baas zijn. En als we bijvoorbeeld kijken naar Hongkong, zie je daar nog dat er dubbeldekkerbussen rijden. Hè, nog Engelse dubbeldekkerbussen die nog herinneren aan de tijd dat Engeland daar de baas was. In 1997 werd Hongkong zelfstandig. Werd overgedragen eigenlijk aan China, hè, maar Hongkong ging eigenlijk op dat moment zelfstandig verder. En later, over 50 jaar vanaf dat moment, komt Hongkong uiteindelijk weer bij China als echte als stadstaat. En ze hebben dan wel een bepaalde zelfstandigheid, maar ja, China wil toch echt uiteindelijk wel dat ze een onderdeel worden van China. En daar zie je weer hè, de problemen tussen de mensen die gewend waren om een beetje de westerse levensstijl te hebben, dan zich moeten gaan aanpassen aan de Chinese cultuur. Nou, dat willen de mensen daar niet. En je krijgt daar ook heel veel problemen gehad de afgelopen jaren. Soms gebeurt er nog wel eens dat een kolonie besluit dat ze bij een kolonisator willen blijven. Dat is een voorbeeld daarvan is Nieuw-Caledonië. In 2018 vond daar een referendum plaats. En Nieuw-Caledonië ligt in de Grote Oceaan. Het is een eilandengroep voor de kust van Australië. Nou, de mensen konden daar stemmen of ze onafhankelijk wilden worden als zelfstandig land, of dat ze nog bij Frankrijk wilden horen. Nou, de meerderheid koos om bij Frankrijk te blijven. En dus hoort Nieuw-Caledonië nog steeds bij Frankrijk. Frankrijk wil er eigenlijk vanaf. Hè. Ze hebben er nog een keer een referendum voor gesteld. Hè, want soms wil de voormalige kolonisator ook van de kolonie af. Hè. Misschien omdat het te duur is. Het is ook heel ver weg, hè, Nieuw-Caledonië. Frankrijk vindt het dan ook beter gezien de huidige tijd. Hè, dat zo'n land zelfstandig verder gaat. Maar ja, soms kunnen mensen, hè, zoals op Nieuw-Caledonië, dan denken van dat ze het dan zelfstandig niet redden. Hè? Dus ja, ze zullen dan een stuk armer worden als ze loskomen van Frankrijk. Dus waarschijnlijk is dat de reden geweest dat ze hebben gestemd voor om bij Frankrijk te blijven horen. Nou, ook migratie is een belangrijke oorzaak van de cultuurverspreiding. Op de foto zie je de Esselam Moskee in de Rotterdamse wijk Feyenoord. Dat is een van de grootste moskeeën. En je ziet dus dat er een moskee staat in een Rotterdam, hè, in een Europese stad. Een Europese stad hoort dus bij het westerse cultuurgebied. En het westerse cultuurgebied is christelijk. Nou, de islam komt uit de Arabische wereld, de islamitische wereld. En dat wordt dus nu, staat er dus een moskee in Nederland. Nou, wij vinden in ieder geval in de westerse wereld vinden het belangrijk dat er godsdienstvrijheid is. En dat mensen hun eigen geloof dus mogen belijden. Dus de reden dat die moskee daar staat, is dus dat wij voor godsdienstvrijheid zijn en de mensen dus vrijelijk hun geloof mogen belijden. En daar hoort dus bij dat er een moskee staat. Dat is wat we met elkaar afgesproken hebben. Ja, dat is ook een cultuur. Hè? Cultuur spreek je ook met elkaar af. Wat vind je belangrijk in een land en hoe mogen mensen met elkaar samenleven? Een van de dingen wat wij hebben besloten is dat er dus godsdienstvrijheid is. En we hebben nog steeds dat het christelijk geloof de belangrijkste geloof is in Europa. De meerderheid is christelijk. Maar je ziet dat de islam de snelst groeiende godsdienst is in Europa. Heel veel mensen vanuit Noord-Afrika en Turkije zijn naar Europa gekomen, hebben de islam meegebracht.
Er bekeren ook steeds meer mensen tot de islam, ook heel veel mensen uit Nederland, ook uit Europa. Heel veel mensen uit Turkije en Marokko trouwen weer met een Nederlander. Nou ja, en zo, en dan bekeert diegene zich tot de islam. En er zijn ook mensen die dat vrijwillig doen, die voelen zich meer thuis in de islam en zeggen, nou, ik wil islamitisch worden, dat kan. Die mogelijkheid is er. En dan zie je dus dat die godsdienst steeds verder groeit. En ja, er komt op een gegeven moment een punt dat het christendom en de islam misschien 50-50 is, hè, dat het of even groot is. En dan komt de vraag, wat gebeurt er als de islam groter is dan het christendom? Wat gebeurt er dan in Europa? Zijn we dan nog voor godsdienstvrijheid, dat er moskeeën gebouwd mogen worden? Ik denk dat dat punt al wordt bereikt als we richting die 50% gaan, hè, misschien al op 40% zitten, dat die discussie er echt gaat komen van willen wij dat nog in Europa is, hè? Vinden wij dat die islam komt, of zeggen we willen dat teruggedrongen hebben. Hè? Dat ga je krijgen. Je ziet nu al politieke partijen, hè, anti-islam partijen. Je ziet dus dat ik verwacht dat verder gaat toenemen als de islam een grotere invloed krijgt op het dagelijks leven in Europa. Hè, de islam is, hè, de snelst groeiende godsdienst. En je ziet dus dat steeds meer mensen, ook immigranten en vluchtelingen, vanuit islamitische landen Europa komen. Dus die nemen ook weer de islam mee. En de godsdienst groeit steeds sneller. Er zijn oorlogen omgekomen. Hè. Dat is eigenlijk waar ik me eigenlijk wel zorgen om maak. Van, gaat hier een oorlog omkomen? Dat je zegt van nou, hè, dat mensen die willen. De christelijke gemeenschap in Europa voelen die zich bedreigd hierdoor. Zijn mensen die bang voor dat we bijvoorbeeld de sharia gaan krijgen in Europa? Ja, dat zijn allemaal dingen waarvan je denkt. Hè. Sharia is trouwens de islamitische rechtspraak. Hè, voor mensen die dat niet weten. Hè, dat is heel veel mensen die zijn daar bang voor dat gaat komen. Dus ja, is belangrijk om dan. Daar wel over na te denken, met elkaar over in gesprek te blijven, om te zeggen van nou willen wij dat of willen wij dat niet. En nou ja, daar moet je eerlijk over zijn. Hè? Wij hebben in Europa hebben de verlichting gehad, we hebben godsdienstvrijheid. En kan dat? Zijn de mensen, islamitische mensen in Europa, staan die daarvoor open? Willen die dat? Kan dat? Kan het op die manier met elkaar samenleven? Dat is eigenlijk wat we de komende jaren erachter gaan komen, wat er gaat gebeuren. Overige godsdiensten zijn vrij klein. Het boeddhisme, het hindoeïsme, jodendom zijn vrij kleine godsdiensten in Europa. Zijn er wel, maar het is vooral het christendom en de islam. En wat je in Europa ziet met de islam, zie je weer in Amerika met de verspreiding van de Spaanse taal, van de Spaanse cultuur. Een grote groep Hispanics in Amerika, mensen met een Spaanse, Zuid-Amerikaanse achtergrond. Heel veel Mexicanen die in de zuidelijke staten wonen. Dat zie je op het kaartje, de verspreiding van de Spaanse taal. Je ziet dat de Spaanse taal zich steeds verder verspreidt, vooral in de zuidelijke staten. Maar ook in Florida, dus dat puntje zeg maar helemaal onder. Daar zie je bijvoorbeeld dat er heel veel Cubanen wonen. Cuba is weer het eiland wat net onder Amerika ligt. Grote groep dus Spaanstalige mensen. En wat je ziet op de foto is dat ze dan tijdens het debat, de presidentsdebatten van de Democratische Partij, zijn er kandidaten geweest die groep mensen dan in het Spaans gingen aanspreken en dan in het Spaans campagne gingen voeren. Is dat wenselijk dat jij in Amerika in plaats van Engels, wat de voertaal is, dan in het Spaans je publiek gaat toespreken en dat op tv gaat doen? Nou, die mensen, die kandidaten vonden van wel. Hè, die zagen dus dat hun kiezers dat aanspraken. Dus dat in Spaans worden aangesproken. Maar het is niet echt gebruikelijk dat jij in een andere taal gaat spreken dan in je eigen voertaal. Nou, dat is een discussie die nu in Amerika gaande is. Wat gebeurt er op een gegeven moment als 50% of bijna 50% straks Spaans sprekend is? Engels sprekend, wat wordt dan de voertaal?
En wordt het Engels dan vervangen voor het Spaans? Of krijg je dan een tweetalig land, zoals Canada, het buurland ten noorden van Amerika, waar je dus ook Frans hebt en Engels. Hè. Je hebt natuurlijk de Franse provincie Quebec, hè, waar ze Frans spreken, voor de rest wordt Engels gesproken. Zou je misschien in de Verenigde Staten ook kunnen krijgen, hè, dat je in het zuiden de mensen allemaal Spaans spreken? Is niet ver gezocht, zou kunnen, maar kan er een oorlog doorkomen? Krijg je iemand aan de macht die zegt van nou dat willen wij niet. We willen niet dat Amerika Spaanstalig wordt, Zuid-Amerikaans. Wij sturen die mensen bijvoorbeeld terug hè, naar Mexico. Dat zou zomaar kunnen. Als iemand daar heel veel aanhang in heeft en dat ook vervolgens belooft, dan kan dat gebeuren. Hè. Dus het is niet uitgesloten dat zulke dingen gebeuren. Hè, mensen zijn toch vaak bang hun eigen cultuur op die manier kwijt te raken. En het is voor nieuwkomers, hè, dat is ook heel belangrijk, zich aan te passen aan de cultuur van het land waar je in terechtkomt. Als die mensen zich daar bedreigd voelen in hun eigen cultuur en hun eigen bestaan, dan kan dat leiden tot oorlogen, conflicten en andere spanningen. Dat wil je niet. Je wilt draagkracht hebben. Hè. De mensen moeten zich welkom voelen, die wil je laten integreren. En dat is al heel moeilijk als jij dingen van je eigen cultuur gaat opgeven voor een ander. Dat is het over het algemeen een groot deel van de bevolking niet achter. En dan hebben we de cultuurgebieden in de wereld. Nou, we delen ze als volgt in. We hebben de westerse landen, de orthodoxe landen, de islamitische landen, de Afrikaanse landen, de Latijns-Amerikaanse landen, Chinees, Hindoeïstisch, Boeddhistisch en Japans. We gaan ze één voor één even langs. De westerse wereld is Europa, West-Europa, Noord-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland. En dat zijn landen, de rijke landen in de wereld. Is vooral ingedeeld op basis van welvaart, zijn de rijkste landen en hebben ook een gemeenschappelijke cultuur. Hè? Dus hebben dezelfde normen en waarden. Het lijkt heel erg op elkaar. Zo moet je dat zien. Nou, aan de andere kant heb je dus de donkergroen is het Afrikaanse. Dat wordt weer ingedeeld op arm. Dat is het armste deel van de wereld. Sub-Sahara-Afrika. Afrika is in twee kleuren groen ingedeeld. We hebben dus het lichtgroen en donkergroen. Het lichtgroene behoort tot de islamitische wereld. Noord-Afrika, de Arabische landen en Indonesië. Dat hoort dus bij de islamitische wereld. Sub-Sahara-Afrika is niet islamitisch en is een arm deel van de wereld, daarom dat het donkergroen is en is ingedeeld op basis van welvaart. De islamitische wereld is weer ingedeeld op basis van het geloof, de religie, de islam. Waarom noemen ze niet de Arabische wereld? Nou, dat komt omdat Indonesië erbij hoort. Indonesië is ook lichtgroen gekleurd. Indonesië is een Aziatisch land, heeft ook een Aziatische cultuur, hè, gewoon qua hoe men leeft. Hè. Bijvoorbeeld, denk maar aan het eten, bijvoorbeeld. Ze eten bijvoorbeeld rijst en ze spreken Indonesisch, het is geen Arabische taal. Maar ze geloven wel in de islam. Het is zelfs het grootste islamitische land ter wereld met de meeste aanhangers. Daarom horen ze dus bij de islamitische cultuurgebied. En daarom noemen we het ook zo, islamitisch cultuurgebied. Kijk daarom goed naar dat soort kaartjes waarom iets zo heet. Nou, dan hebben we vervolgens het Hindoeïstisch cultuurgebied. Nou, dat is eigenlijk alleen India en Bangladesh. En Sri Lanka hersteld. Ik moet niet vergeten, het kleine eiland onder India, Sri Lanka, was trouwens ooit Nederlands. Hè, dat heette toen destijds Ceylon. Dat was ook een Nederlandse kolonie. En daar, dat is Hindoeïstisch geloof. En Pakistan hoorde ook bij India, toen nog een kolonie van Engeland was, maar omdat Pakistan islamitisch is geworden, horen ze niet meer bij het Indiase cultuurgebied. Alhoewel de mensen er qua uiterlijk wel hetzelfde uitzien en heel veel gemeenschappelijke dingen hebben met elkaar. Dus het hoort wel een beetje bij het cultuurgebied, maar we delen dit in dit geval in het geloof. Nou, dan hebben we het orthodoxe geloof, de lichtblauwe. Ja, dat is het Russische taalgebied, zeg maar, hè. Rusland, alle Oostbloklanden eigenlijk. Maar waarom noemen we niet het Russische gebied of het Slavische gebied, hè, het Slavische talen? Nou ja,
Kan wel, je kunt het Slavisch noemen, hè, de Cyrillische alfabet. Maar Roemenië hoort ook bijvoorbeeld bij dat taalgebied. De Roemenië is geen Cyrillische taal, is zelfs een Latijnse taal. En hoort daarom dan, zal dan daarom niet bij dat cultuurgebied horen. Maar heeft wel het orthodox christelijk geloof. En Sint Cyril, hè, dus zeg maar het orthodoxe. En het patriarchaat, zeg maar, die dus in Moskou zit, hè, de hoofd van de orthodoxe kerk, die heeft daar invloed op, hè, ook op Oost-Europa, zelfs in Griekenland, Macedonië, Bulgarije, hè, dat hoort allemaal bij elkaar, hè. Ze vieren ook kerst op 6 en 7 januari, hè, is het orthodoxe kerstfeest. Je hebt het normale christelijke kerstfeest is ja, voor de jaarwisseling, hè, dus hè, op 25 december. Nou, dat is dus niet het geval in die orthodoxe landen. Daar wordt na de jaarwisseling de kerst gevierd. En daarom wordt dat dus bij één cultuurgebied, het orthodoxe cultuurgebied. Dan hebben we het Latijns-Amerikaanse cultuurgebied. Nou, waarom noemen we het niet Zuid-Amerikaans of Spaans sprekend Amerika? Nou, Latijns is worden Latijnse talen gesproken, Spaans, Portugees, Brazilië is Portugees. De rest wordt allemaal Spaans gesproken. Het is ook allemaal hetzelfde gebied. Hè. Ook echt heel erg op taal gericht. Hetzelfde manier van communiceren. Het lijkt heel erg op elkaar. Latino-cultuur. De muziek bijvoorbeeld is heel belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan salsa-dansen. Dat hoort allemaal bij dat gebied. Dat doen ze daar allemaal. Dat is heel belangrijk. Het voetbal bijvoorbeeld, het belangrijkste sport, hè, dat leeft daar heel erg in die landen. En nou ja, dat is ook echt die cultuur, het hoort allemaal echt bij elkaar. En ja, daarom is dat één cultuurgebied. Dan hebben we het boeddhistische. Ja, dat is even wat lastiger als je bijvoorbeeld vergelijkt weer met het Chinese cultuurgebied. Het boeddhistische is zeg maar het Zuidoost-Aziatisch en Mongolië als belangrijkste religie daar. China hoort daar niet bij. In China heb je wel boeddhisme, maar daar is het niet ja, overwegend het grootste godsdienst. Je hebt ook nog het Confucianisme en het Taoïsme, wat ook hele belangrijke godsdiensten zijn in China. En China is een heel groot land, heel veel inwoners, maar is vooral echt Chinees, hè, op basis van de taal. China is toch anders dan die andere landen en daarom. Is dat een apart cultuurgebied ten opzichte van de boeddhistische landen, die dus boeddhistisch zijn, hè, echt, hè, met al die tempels en zo. Dan hebben we nog het Japanse cultuurgebied, wat ook weer heel apart is. Hè, ook op taal ingedeeld. Hè, de Japanse cultuur, eigenlijk met alles wat die cultuur heeft. Het is zo anders dan de rest, dat het een apart cultuurgebied is. Heel bijzonder om een keer heen te gaan. Japan is echt een heel uniek land. Nou, hier staat het dan, hoe ze dan ingedeeld zijn. Hè. Je kunt op drie manieren kun je cultuurgebieden indelen. Het zijn er negen. En je kunt indelen op basis van welvaart, op taal en op religie. Nou, de cultuurgebieden die op taal zijn ingedeeld zijn de Latijns-Amerikaanse, de Chinese en de Japanse. De religie zijn de Rusland, Oost-Europa, zeg maar, orthodox-christelijk. Noord-Afrika, het Midden-Oosten. Islamitisch, India, Hindoeïstisch, Zuidoost-Azië, Boeddhistisch en dan hebben we nog de welvaart. De westerse wereld is rijk en Sub-Sahara-Afrika is arm. En zo doe je dat, zo kun je dat mooi uit elkaar halen. Dan hebben we nog de cultuurvermenging. Wat is dat? Dat is wanneer de verschillende elementen uit verschillende culturen door elkaar worden gebruikt. Een goed voorbeeld daarvan is Amerikanisering. De Amerikaanse cultuur wordt overgebracht naar andere landen, hè. Natuurlijk de media, Hollywood, series, muziek, reclames in Amerika is overal te zien. Het overnemen van feesten, bepaalde trends, wat in Amerika nu gebeurt, dat gebeurt volgend jaar bij ons. Hè. We lopen altijd een beetje achter. Wij vinden het wel een beetje raar wat daar in Amerika gebeurt. Hè. Echt altijd heel erg overdreven, hè, die dingen die daar gebeuren. En vervolgens gebeurt het ook nog bij ons. Hè. Dus het zijn bepaalde trends die dan. Ja, overwaaien, zo noemen we dat naar Europa. We doen graag een beetje Amerika na.
Politiek ook, hè. Denk bijvoorbeeld aan de presidentsverkiezingen die dus live worden gevolgd. Ja, in Amerika gaan ze echt niet de Nederlandse verkiezingen volgen. Daar kijken ze niet eens naar. Ze weten niet eens wie de leider van Nederland is. Dus nee, dat in Amerika stelt Nederland niet zo heel veel voor. Hè, maar wij vinden Amerika wel heel belangrijk. En de Amerikaanse verkiezingen waren zelfs live op tv, gewoon 's nachts. Er zaten zelfs nog twee analisten aan tafel die daar alles over gingen vertellen. En er waren nog best wel veel mensen die er naar keken. Dus ja, het leeft heel erg in Nederland, Amerikaanse verkiezingen. Een voorbeeld van cultuurvermenging in Nederland weer, hè, is weer bijvoorbeeld een kebabrestaurant. Waarbij je dus Turkse en Marokkaanse immigranten, die dus in Nederland zijn gekomen, het zijn vooral Turkse immigranten die dat hebben, de kebab en shawarma, die restaurantjes die daar dan, ja, wat wij ook heel lekker vinden, dat eten. Dus dat is echt een verrijking van onze cultuur, echt een hele positieve ding wat de Turkse gemeenschap ook echt in Nederland ingebracht heeft. En dat is, je kunt ook een nieuwe cultuur in je land kan ook hele positieve dingen, hè, zoals nieuwe gerechten. En wat je vaak ook ziet, is bijvoorbeeld dat de gerechten dan weer worden aangepast aan Nederland. Hè. Wij kunnen niet zo heel pittig eten. Hè. Dat hele hete eten, dat vinden wij vaak niks. Dus dan wordt het voor ons wordt het iets aangepast, zodat de Nederlanders het ook lekker vinden. Hè. Denk bijvoorbeeld aan de Chinezen. De Nederlandse Chinees is eigenlijk echt cultuurerfgoed. Hè. Dat. In de jaren 30 kwam de Chinees naar Nederland toe. En nou, die hadden dus van die restaurantjes, Chinese restaurants. En je hebt daar een hele aparte keuken gekregen. Hè. Bijvoorbeeld Fuyonghai, Babi Pangang, Chap Choy en allemaal dingen. Hè, die kennen ze in China zelf, kennen ze niet. Maar dat is echt zo gemaakt dat wij Nederlanders dat lekker vinden. Dat graag eten. Hè. Dus het bestaat al jaren en nou ja. Iedereen komt wel eens bij de Chinezen of heeft er wel eens gegeten. Dus we kennen het allemaal. In elke stad, in elk dorp in Nederland staat wel een Chinees. Nou, met kebab zie je dat nu inmiddels ook komen. Hè. En ik verwacht ook dat je op een gegeven moment ook de Nederlandse snackbar, hè, wat echt typisch Nederlands is, hè, de snackbar, dat zie je ook echt nergens anders. Dat je dat op een gegeven moment dat vermengd gaat krijgen, bijvoorbeeld met zo'n kebabhuis. Je ziet best wel veel al hè, dat je dus ook die gerechten daarbij krijgt en dat je dus bijvoorbeeld echt meer een Arabisch georiënteerde snackbar hebt met echt Arabische dingen erbij. Hè. Bijvoorbeeld de kapsalon is bijvoorbeeld een goed gerecht waarbij je dus die vermenging van die twee dingen hebt. Hè. Dan heb je je hebt de patat zeg maar en dan met die shawarma of kebab eronder en dan patat erboven. Ik eet het zelf persoonlijk eigenlijk nooit dus. Maar het is wel iets wat, ja, dat is echt nou een typisch iets van een cultuurvermenging. Hè? Van iets van, nou, noem eens een voorbeeld van cultuurvermenging. Nou, ja, zeg maar de kapsalon, dat is wel echt ja, heel bijzonder. Echt leuk. Nederlands en Arabische cultuur met elkaar gemengd. En je ziet dus dat heel goed gaat. En nou, het wordt veel gegeten. En multicultureel Nederland, hè, de multiculturele samenleving. Hè, we leven met elkaar samen als verschillende culturen in een land. Dus in Nederland wonen niet alleen Nederlanders, maar ook mensen uit heel veel verschillende landen. Amsterdam is zelfs een stad. Ik weet niet of het nog steeds zo is, maar het was de stad met de meeste verschillende nationaliteiten van alle steden in de wereld. Er wonen volgens mij iets van 192 nationaliteiten alleen al in Amsterdam met 192 verschillende landen. Nou, dat had je in geen enkele stad in de wereld. Amsterdam is daarom ook echt een wereldstad. In de hele wereld wonen wel mensen in Amsterdam, vanuit de hele wereld, zeg maar. Dus heel bijzonder. Dus ik weet niet steeds of dat nog steeds nu zo is. Ik denk het wel eigenlijk. New York is trouwens ook een stad waar heel veel verschillende nationaliteiten wonen. Parijs, noem maar op. Brussel. Ja, er zijn heel veel steden met heel veel verschillende culturen. Nou, dit gaat over Nederland. In Nederland leven we veel samen met andere culturen. Nou, wat is een allochtoon? Nou, een allochtoon is iemand waarvan een van beide ouders niet in Nederland is geboren. De vader niet of de moeder niet. Dat is een voorwaarde om allochtoon te zijn. Zijn beide ouders in Nederland geboren, dan ben je geen allochtoon meer. Dus ben jij een derde generatie.
Turk of Marokkaans, zeg maar, waarbij jou je ouders, de opa en oma die daar vandaan komen, die hebben in Nederland kinderen gekregen, die zijn in Nederland geboren en die krijgen dan vervolgens weer kinderen. Dan zijn die kinderen, die kleinkinderen van de eerste generatie immigranten, die zijn dan Nederlander autochtoon. Dus dat gaat 3 generaties overheen om dan volledig autochtoon te worden. Nou, er zijn 2 soorten allochtonen. We hebben westerse allochtonen en niet-westerse allochtonen. Nou, westerse is zeg maar uit de westerse wereld. En niet-westerse is zeg maar alles wat buiten West-Europa, Noord-Amerika, Australië en dergelijke valt. He, dus niet-westers, westers. Het meeste deel van de allochtonen is niet-westers. Nou, wat is een asielzoeker? Nou, een asielzoeker is een vreemdeling die in een ander land dan in het thuisland bescherming vraagt voor oorlog of vervolging. Iemand die vlucht voor oorlog noemen we een vluchteling. Nou, nieuwkomers kunnen we verdelen in 3 groepen: immigranten uit voormalige koloniën, arbeidsmigranten en vluchtelingen. Nou, wat is een migrant? Een migrant is iemand die zijn land vrijwillig verlaat om in een ander land te gaan wonen en werken. Dit kan voor zowel bepaalde als onbepaalde tijd. En een vluchteling is geen migrant. Dus de vraag: wat is het verschil tussen een vluchteling en een migrant? Een vluchteling vlucht voor oorlog of vervolging. Hè? Bijvoorbeeld, stel je bent het niet eens met de politiek in een land. Hè? Je bent daarop tegen. Je kunt daarvoor in een gevangenis belanden. Dan kun je ook vluchten. Dan ben je een politieke vluchteling. Vlucht je voor oorlog, dan ben je een oorlogsvluchteling. Hè? Dat zijn verschillende soorten vluchtelingen. Ga je naar een ander land voor een beter bestaan, omdat je meer geld wil verdienen voor werk, vrijwillig, dan ben je een migrant. Het kan zo zijn dat je eerst een vluchteling wordt en dan een migrant. Vluchteling ben je als je van het ene land naar het andere land vlucht. Daar ben je veilig. Daarna houdt eigenlijk de vluchtelingenstatus op. Als je vervolgens weer verder trekt en je gaat je in een land vestigen omdat daar beter leven is, je kunt dus een rijker land, dan ga je er uiteindelijk ook om economische redenen heen en ben je dus geen vluchteling meer, maar een migrant. Dat is heel belangrijk. Die termen worden vaak door elkaar gehaald. Wat is een vluchteling, wat is een migrant? Nou, dat is de definitie. Een migrant komt voor een beter leven en een vluchteling komt omdat hij zich veilig wil voelen. Dat is heel belangrijk. En vaak zie je dat als er een oorlog is, dat er heel veel vluchtelingen in één keer komen. Nou, die worden dan verspreid over de landen en diegene noem je dan ook nog vluchteling, omdat je dan, ja, dat het eigenlijk in de eerste fase gebeurt. Maar bijvoorbeeld, als iemand bijvoorbeeld, nou ja, bijvoorbeeld in één land zit, zeg maar, en vervolgens naar een ander land gaat na verloop van tijd, omdat daar meer geld te verdienen is, meer werk is, dan ben je een migrant. En op de kaartje zie je de samenstelling van immigratie naar geboorteland. Nou, wat hebben we allemaal in Nederland? En we hebben vooral grote groepen uit de Europese Unie. Hè? Dat zijn zeg maar de arbeidsmigranten. Dus de groepen bijvoorbeeld uit Polen die naar Nederland zijn gekomen om hier te gaan werken. Of uit Roemenië. Hè, dat is behoorlijk wat. Hè? Vooral na het ontstaan van de EU. Hè? Het vrije verkeer van personen. Is dus zorgt ervoor dat we heel veel migratie krijgen uit Oost-Europa, omdat in Nederland meer geld te verdienen valt. Nou, migratie uit Turkije en Marokko is over zijn hoogtepunt heen. Hè. Dat zijn toen heel veel gastarbeiders gekomen. En vervolgens kreeg je nog vervolgmigratie. Dus eerst kwamen de mannen, vervolgens kwamen ook de vrouwen en kinderen, hè, van de eerste generatie. Die zijn hier gebleven, kregen ook weer kinderen. En nu zie je dus dat er, ja, er komen nog wel mensen uit Turkije en Marokko, maar dat zijn niet meer de groepen die je vroeger had. Je hebt nog wel een hele grote Turkse en Marokkaanse gemeenschap in Nederland. Nou, hetzelfde geldt eigenlijk voor Suriname en de Antillen. Nou, die hebben een andere status. Hè. Waar Turken en Marokkanen gastarbeiders waren, zijn Surinamers en Antillianen zijn immigranten vanuit de voormalige koloniën van Nederland. Hè, Nederland had Suriname en de Antillen als kolonie. Hetzelfde geldt trouwens ook voor Indonesië. Ja, dat waren koloniën. En die mensen zijn vervolgens naar Nederland gekomen.
Een groot deel bijvoorbeeld van de Indonesiërs die in Nederland woont zijn bijvoorbeeld Molukkers. Die hielpen de Nederlanders bij de onafhankelijkheidsoorlog. Nou, die zijn toen vervolgens naar Nederland gekomen. Voor hun veiligheid, zeg maar. De Surinamers en Antillianen zijn vooral ook op basis van economische redenen naar Nederland gekomen. Er was veel werk na de Tweede Wereldoorlog. We hadden veel mensen nodig die weer konden werken. In Suriname en Antillen was er weinig werk. Die mensen zijn hier naartoe gekomen voor een beter leven. Daar hebben we een hele grote Surinaamse en ook Antilliaanse gemeenschap in Nederland. Veel van die groep wonen ook in Amsterdamse Belmer. Dat is ook een wijk wat in de jaren 60 gebouwd werd. En een heel groot deel van die gemeenschap die woont ook echt in die wijk. Dus je hebt dan ook echt zo'n wijk waar je heel veel Surinaamse en Antillianen hebt wonen. De groepen wonen niet echt heel erg gespreid. Ze wonen vooral echt in de grote steden. Nou, een belangrijk onderdeel vormt de integratie. Om je thuis te voelen in een ander land, zul je je moeten integreren in die samenleving. Heel belangrijk, je moet begrijpen wat de cultuur is van die land, wat de gebruiken zijn, hoe mensen denken, wat er leeft in dat land. Heel belangrijk. En om je dan aan te passen, om daar geaccepteerd te worden door de mensen in dat land, is het belangrijk om te begrijpen wat je moet doen om bij die groep, bij die cultuur te horen. Het alleen hebben van een Nederlands paspoort is onvoldoende om een Nederlander te zijn. Je bent technisch gezien ben je een Nederlander. Ja, je hebt een Nederlands paspoort. Je hebt daarbij alle rechten en plichten. Hè? Je moet belasting betalen. Nou ja, dat is misschien iets wat je minder graag doet. En in Nederland moet je heel veel belasting betalen. Dat denken heel veel mensen in Nederland komen niet over na. Er zijn betere landen waar je minder belasting betaalt. Maar goed. Mensen kiezen ervoor om in Nederland te wonen, omdat hier de kwaliteit van leven vrij goed is. Nou, ook belangrijk dan is om je dan aan te passen en in te leven in wat er onder Nederlanders leeft. Heel belangrijk om hier je draai te kunnen vinden. Als je dat niet doet, dan is het moeilijk om onderdeel te gaan uitmaken van de Nederlandse maatschappij. En Nederlanders zijn heel open en tolerant naar buitenlanders toe. Maar verwachten wel van mensen uit andere landen dat die zich aan gaan passen aan de Nederlandse cultuur. Heel belangrijk, er is uiteraard, er is altijd racisme, er is altijd discriminatie. Dat is, maar we moeten ervoor zorgen dat dat zo ver mogelijk uitgebannen wordt. Want het is natuurlijk wel heel kwalijk als het gebeurt. Als iemand, omdat hij toevallig er anders uitziet, geen baan kan krijgen of niet, ja, dingen anders behandeld wordt dan een ander, dat is niet goed. Wel is het belangrijk, ook voor de beeldvorming van een groep, is dus als een aantal mensen in die groep zich min of meer misdragen, heeft dat weerslag op de hele groep. De hele groep kan door een klein groepje benadeeld worden. Als er bijvoorbeeld veel problemen zijn in de Marokkaanse gemeenschap, door de kleine groep zich daar schuldig aan maakt, dan heeft de hele Marokkaanse gemeenschap heeft daar last van. Dat is echt heel vervelend voor mensen die zich wel graag willen aanpassen, wel graag geïntegreerd willen zijn in de Nederlandse maatschappij. Die hebben daar heel veel last van. En daarom is het ook oneerlijk om te zeggen dat alle Marokkanen zo zijn. Dus dat is weer vanuit Nederland. Maar ja, het gebeurt wel. En daar kom je ook niet onderuit. Hè. Dat blijft altijd het geval. Dus belangrijk daarom is ervoor te zorgen dat je de integratie goed laat verlopen. Zodat je de mensen snel laat thuis voelen in een land. Zodat ze snel onderdeel gaan uitmaken van Nederland. Nou, daarvoor hebben we inburgeringscursussen. En die zijn dus opgezet voor nieuwkomers om ten eerste de Nederlandse taal te leren. En ten tweede kennis te maken met de Nederlandse cultuur en je daar ook een beeld van te vormen wat je moet doen om echt Nederlander te kunnen worden. Heel belangrijk, inburgeringscursussen worden altijd afgerond met een examen. En vervolgens, als je dan een Nederlandse staatsburgerschap krijgt, leg je vervolgens een eed af. Dan moet je een eed afleggen dat jij een Nederlander bent. Dan moet je zweren of beloven dat jij je als Nederlander gedraagt en ook
voor Nederland kiest. Hè. Dat is een onderdeel daarvan. Er is in 2017 is er een onderzoek geweest over houdingen en opvattingen ten aanzien van vluchtelingen. Nou, de belangrijkste uitkomst staat eigenlijk bovenaan. Hè. Nederland moet vluchtelingen opvangen door oorlog of vervolging die door vervolging hun land zijn ontvlucht. Nou, de meerderheid van de mensen vindt dat Nederland vluchtelingen moet opvangen die voor oorlog of vervolging zijn ontvlucht. 8% vindt van niet en 15% staat hier neutraal tegenover. Voor economische migranten is minder draagvlak. Wat logisch is, omdat wij ja, liever niet allemaal gelukszoekers in Nederland willen hebben die voor onze sociale voorzieningen, waar wij als Nederlanders belasting voor betalen, dat die daarvan gaan profiteren. Want dan kun je op een gegeven moment wel stoppen met de verzorgingsstaat, want die heb je niet meer. Want als mensen allemaal komen voor de uitkeringen, dan is dat op een gegeven moment is dat niet meer te betalen. Dat is echt een groot probleem. Daarom moet je ervoor zorgen dat de mensen die in Nederland komen, zo snel mogelijk aan het werk gaan. Er zijn nog een viertal andere standpunten die zijn voorgelegd aan de mensen die eraan meededen. Vluchtelingen vormen een bedreiging voor de veiligheid in Nederland. Nou, een klein deel is het daarmee eens, hè? Dat is iets meer dan 20%. Er is ongeveer een net zo grote groep, iets grotere groep die daar niet mee eens en niet mee oneens was. Hè? Die heeft er geen mening over. En iets minder dan de helft, zeg maar, was ermee oneens. Dus de meningen zijn hierover verdeeld. Je moet je voorstellen, je moet er wel mee te maken hebben. Hè. Dus natuurlijk, als je in een plek woont waar weinig vluchtelingen of weinig migranten wonen, heb je er minder last van dan wanneer je vlak naast een asielzoekerscentrum woont. Kijk, dan zie je dat dagelijks, zie je dat voor je, wat problemen dat met zich meegeeft. En dan wil je het liefst dat het asielzoekerscentrum zo snel mogelijk gesloten wordt of dat het ergens anders heen gaat. Het is niet voor niets dat er zoveel problemen zijn, hè, met het opvang van asielzoekers. Want heel veel mensen zijn ervoor. Hè. We hebben 77% van mensen zijn ervoor. Maar als we dan zeggen van, wil jij een asielzoekerscentrum bij jou aan de straat? Dan zullen de meeste mensen zeggen dat willen ze niet. En als die er dan toch komt, zul je toch mensen hebben die dan overwegen te gaan verhuizen. Want die willen daar niet in de buurt wonen. Hetzelfde geldt voor scholen. We hebben witte scholen, zwarte scholen, zo werd dat genoemd. Wil je je kinderen op een school hebben met overwegend kinderen met een allochtone afkomst. Niet-westerse allochtonen. Die vaak slecht Nederlands spreken, taalachterstanden hebben en dergelijke. Wil jij jouw Nederlandse kind daartussen hebben? Nou, als je het mensen vraagt, nou prima, willen dat allemaal. Maar als het echt daadwerkelijk zover komt dat je je kind moet inschrijven voor die school, dan gaan mensen toch zeggen van, nou, wij gaan toch naar een andere school. We willen ons kind toch het beste onderwijs geven. We willen niet dat hij met kinderen met allemaal taalachterstanden in een klas komt en dan gaat hij naar een andere school. Dat zie je toch heel vaak gebeuren. Dus dat ze het ene zeggen, maar uiteindelijk het andere doen. Dus dat is heel moeilijk om zo'n enquête te houden. Er zijn 3339 mensen zijn er gevraagd voor 18 jaar en ouder om hier antwoord op te geven. Die andere drie gaan we ook nog even doen. Vluchtelingen zorgen voor een verrijking van de Nederlandse cultuur. Nou, dat is net iets meer dan 30% is het daar mee eens. Een deel is het niet mee eens, niet mee oneens. Dat is ook ongeveer net zo'n grote groep. En hebben we ook ongeveer net iets grotere groep die zegt dat er mij oneens zijn. Een verrijking meer van, wij vinden dat een vooruitgang voor onze samenleving, en zo wordt het nog geïnterpreteerd, zeg maar, dat die mensen in Nederland komen. Maar je kunt ook zeggen van, nou, die mensen nemen bijvoorbeeld hun gerechten mee, er komen allemaal nieuwe restaurants, er komen weer nieuwe bedrijven daar. Heel veel werkgelegenheid, mensen die kunnen werken. Dus het heeft ook heel veel positieve effecten. Maar als je op zo'n manier de vraag weer stelt, denken mensen van, nou, die mensen zijn een verrijking voor onze cultuur. Nou, mensen hebben vaak een hele andere cultuur en heel veel mensen zijn het ermee oneens om die reden. Dus dat is heel moeilijk om dat goed uit te leggen, wat daarmee bedoeld wordt. De vraag moet ook altijd goed gesteld worden in dit. Het zijn hele gevoelige onderwerpen.
Vluchtelingen vormen een bedreiging voor de Nederlandse normen en waarden. Nou, we hebben iets minder dan 30% is het daarmee eens. Vindt dat het een bedreiging. Hetzelfde geldt voor mensen die daar geen mening over hebben. Dus ongeveer net zo'n grote groep. En de mee oneens zijn de meeste mensen. Dus de vluchtelingen vormen voor de meeste mensen geen bedreiging voor de Nederlandse normen en waarden. De mensen blijven geloven dat onze cultuur sterk genoeg is om een grote groep migranten en vluchtelingen in Nederland op te vangen. Onze cultuur blijft hetzelfde. Nou, klopt. De meeste mensen vinden dat. Maar als je bijvoorbeeld weer kijkt naar de Sinterklaas-discussie, waarbij je dus waarbij wordt gezegd dat bijvoorbeeld dat racistisch is, dat de Sinterklaasfeest afgeschaft wordt, dan is dat toch een belangrijk onderdeel van onze cultuur, wat wij moeten opgeven, omdat mensen die niet vanuit vanuit de voormalige kolonie naar Nederland zijn gekomen, zeggen dat dat slavernij is. Mensen in Nederland hebben er eigenlijk nooit over nagedacht dat zo was. Het is een kinderfeest. Zwarte Piet wordt gesminkt. Omdat je bijvoorbeeld niet oma Willem wil herkennen of de buurman. Hè? Als die wit is, dan zie je van ziet het kind ook gelijk wie dat is. Dan haal je een beetje de lol uit het feest. En nou ja, daar wordt hij gesminkt. Maar als je gewoon goed kijkt, vanuit de andere kant bekijkt, zie je toch dat het Moorse slaven waren van Sinterklaas. En dan heb je weer dus je kunt het van meerdere kanten bekijken. Ik wil me eigenlijk daar niet te veel over kwijt. Want ik vind dit een hele moeilijke discussie, hè, die wordt gevoerd. En dat zal je blijven houden. Hè. Dat is ook wanneer mensen uit andere culturen naar Nederland komen en die zien dat bepaalde dingen, onderdelen van je cultuur niet goed zijn, dan gaan die daar iets over zeggen. Of in ieder geval, zij vinden dat niet goed. Voor ons is het gewoon een kinderfeest. Wij zien daar het probleem niet van. Dus dat is. Je blijft dat probleem houden. Vluchtelingen moeten in Nederland hun eigen cultuur kunnen behouden. Nou, dat is ongeveer allemaal gelijk. Iets meer dan 30% is het mee eens. Iets meer niet mee eens, niet mee oneens. Of in net zo'n grote groep. En mee oneens is ook ongeveer iets meer dan 30%. Dus dat zijn ongeveer even grote groepen. Ja, ook dat. Hè. Dus je kunt het van twee kanten bekijken. Ja, je wilt de mensen toch zich prettig laten voelen in Nederland. Dus ja, je mag je cultuur behouden. Maar aan de andere kant willen wij wel dat al die cultuur in ons straatbeeld zichtbaar is en dat wij ons daar moeten aanpassen. Dat is ook wat je moet afvragen. Willen wij dat in Nederland? Moeten wij onze eigen cultuur opgeven ten koste van een andermans cultuur? Dat is heel belangrijk, hele belangrijke discussie. En dat maakt dit onderwerp ook zo moeilijk. Want wat je ook zegt, het is niet goed. Mensen worden zelfs bedreigd erom. Er zijn veel problemen. En ja, dit is toch iets wat gewoon goed besproken moet worden. Je moet het vanuit alle standpunten moet je dit goed bekijken. En dan kun je daar een goede mening op vormen. Wat jij vindt, wat belangrijk is. Dat is hetgeen waar je voor moet staan. Dat is zo denk ik er persoonlijk over. Ik ga niemand iets opleggen of wat dan ook. Ik heb mijn standpunten. Een ander heeft weer zijn standpunten. Dus je moet voor jezelf bepalen wat goed is. Dan hebben we het onderwerp segregatie. Segregatie is wanneer je bijvoorbeeld veel migranten hebt die bij elkaar in dezelfde wijken leven, in dezelfde steden, in stadsdelen. En je ziet bijvoorbeeld op het kaartje, zie je dus het aantal westerse allochtonen en niet-westerse allochtonen. Het is vooral een probleem van de grote steden. Ja, dus de niet-westerse allochtonen zie je vooral in de grote steden, in de achterstandswijken, in de voormalige arbeiderswijken. En de westerse allochtonen, die vind je wel verspreid, veel ook natuurlijk in Zuid-Limburg, omdat het natuurlijk dicht bij Duitsland ligt, vooral langs de grens. En natuurlijk ook in Zeeuws-Vlaanderen. Zeeuws-Vlaanderen ligt super dicht bij België. Nederlanders willen daar niet zo graag wonen, omdat dat vrij afgelegen ligt. Maar voor België is dat natuurlijk kort rijden vanaf Antwerpen. En omdat het Nederlanders niet zo in trek is,
zijn die woningen daar goedkoop en denken de Belgen, nou, kunnen we daar goedkoop wonen in Zeeuws-Vlaanderen en dan kunnen we naar Antwerpen gaan om te werken. Dus kijken er heel anders naar. En daarom zie je daar weer heel veel westerse allochtonen. De niet-westerse allochtonen zie je echt vooral echt in de vier grote steden. Nou, in de Utrechtse wijk Kanaleiland, hè, als we naar de foto kijken, is segregatie goed te zien aan de hand van de vele schotels. Nou, segregatie is natuurlijk best wel ja, iets wat ja, slecht is voor een land. Omdat je wil dat iemand integreert. En wanneer iemand steeds naar de Turkse of Marokkaanse tv gaat kijken in plaats van de Nederlandse tv, weet hij niet wat er in Nederland leeft. En daardoor ben je ook niet echt een onderdeel van de Nederlandse maatschappij. Hè? Want een onderdeel is ook dat jij. Ja, ook bijvoorbeeld volgt wat er allemaal in Nederland gebeurt, daar ook een beetje over kan meepraten en daar ook een onderdeel van uitmaakt. Dus en als jij altijd, zeg maar, naar de Arabische tv gaat kijken of Turkse tv, dan, ja, dan is dat toch vrij lastig om je dan op die manier te integreren in Nederland. Dat is maar een klein onderdeel hoor, dus iemand kan de hele dag natuurlijk daarnaar kijken, maar verder gewoon overal wat betreft Nederland te meedoen. Hè. Je moet je voorstellen, als een van onze Nederlanders zeg maar zou gaan emigreren naar een ander land, willen we natuurlijk ook graag de Nederlandse tv hebben. Hè. Willen we ook gewoon de Eredivisie kunnen blijven kijken, voetbal en misschien het nieuws. En nou ja, noem maar op, een aantal leuke tv-programma's. Dus je moet het ook op die manier moet je kijken, hè, van... Wat zou jij doen als je in een ander land zou gaan wonen? Zou je graag nog de Nederlandse tv willen ontvangen? Ik denk dat heel veel mensen zullen zeggen, ja, dat willen we. We willen toch nog een stukje van Nederland meenemen naar een ander land. En ik denk ook dat je er zo naar moet kijken. Kijk, ik denk niet dat je zegt van, nou, die schotels moeten weg. Mensen mogen niet meer hun eigen tv kijken, want... Hey, dat moet vanuit de mensen zelf komen. De mensen zelf moeten op een gegeven moment zeggen van, nou, weet je, ik woon nu al zo lang in Nederland. Ik ben echt onderdeel van de Nederlandse cultuur. Ik heb daar niets meer mee. Ik ga gewoon de Nederlandse tv kijken of het Nederlandse nieuws. Ik ben hier. Dit is mijn land. En ja, dat punt hebben we nog niet bereikt. Maar ik verwacht dat het wel op een gegeven moment gaat komen. Dit was het. Dit was... De les over culturen uitgebreid, alle onderwerpen aan bod. En als er vragen zijn, kun je die altijd stellen. Kijk het gerust nog een keer terug.